Hallo allemaal, welkom. Ik ben Jeffrey van Os, 34 jaar, woonachtig in Brabant. De komende 24 uur nemen jullie mee en een kijkje in onze visserij, in mijn visserij. We zijn momenteel beland op een putje. Voordat we hier naartoe kwamen, zagen we een sloot met een aantal vissen die in de toplaag lagen. Snel een hengeltje uit de auto, broodkorstje erop en vangen, iets wat ik ook heel graag doe. De komende 24 uur zal ik dus een aantal vragen gaan beantwoorden en hopelijk een visje vangen, zodat we ook nog iets moois voor de camera kunnen laten zien. Misschien wel vannacht, morgen vroeg. We gaan het meemaken. Welk type visserij heeft mijn voorkeur? Mijn voorkeur gaat uit naar moeilijke, afgesloten dressuurputten. Degene waar een oud bestand aan karper op zit. Het liefst zonder uitzetters. Ik hou van stokoude vissen. Zonder echte, relatief kleine vissen te vangen. Over het algemeen zie je toch wel dat op de dressuurputten de wat oudere, dan al niet zwaardere vissen zitten. Naast het dressuurvissen vind ik het fantastisch om te gaan stalken. De vis te verleiden met een broodkorst, alles op zicht. Het is gewoon een hele spannende visserij. Je ziet die vis het brood naderen. Je brokje maakt in principe niet uit als het op zicht is. En het geeft zo'n adrenaline kick. Dat is toch wel mijn tweede aanpak als het even niet loopt, als het te warm is. Op zonnige warme dagen als dit. Ik vind het fantastisch. De sessie met de meest memorabele herinneringen, die heb ik toch wel aan een Frankrijk-sessie. Davy en ik zaten al dagen natuurlijk uit te kijken naar onze Frankrijk-sessie. Een van de eerste keren ook. Klamme handjes onderweg, de voorbereidingen, de hele weg ernaartoe is natuurlijk fantastisch. Aangekomen bij het water bleek het allemaal niet nodig te zijn. Er zat niemand op het hele meer niet. Dus we konden alles in rustig tempo opbouwen. Halverwege de sessie hadden we al een aantal kleinere vissen gevangen.
De betere vissen kwamen van de tijgenoothengel. En we krijgen dus weer een aanbeet op de tijgenoothengel. We vissen altijd om en om, vis om vis. Het eerlijkst, je werkt naar die hele, naar die piek toe, die deel je samen. Dus je vist gewoon vis om vis, niemand op zijn eigen hengels, vis om vis. Aanbeet, mijn tijd. Dus ik pak die hengel op en ik voelde al direct dat het een beter exemplaar was. Samen de boot in en eenmaal boven die vis zie ik echt een gigantische spiegel onder de boot naar boven komen. En het was echt, ja, dat moment dat je dan in die boot zit met z'n tweeën, mist op het water. Het was 's ochtends, echt fantastisch. Het bleek tevens mijn PB te zijn. Inmiddels niet meer, maar dat was toen de tijd mijn PB. En mede dat maakte natuurlijk een sessie om nooit meer te vergeten. ...24 uur op pad. Super geslaagd. Onmisbaar in mijn visserij zijn een aantal producten. De Roving rugzak is daar één van. Mijn visserij is vooral lichtgewicht, vooral in de nacht. Compacte visserij. Daarbij zijn de nieuwe Atomhengels fantastische aanvulling op mijn visserij. 10 voet, tweedelig, telescopisch. Het past gewoon helemaal in mijn visserij. Transportlengte is super. Het moet allemaal in één gezinsauto passen. Dus maakt me in principe niet zo heel veel uit. Zolang het maar klein, compact en lichtgewicht is. Met wie ik graag een sessie zou willen vissen, zou dan toch wel Mark Hofman zijn. Mark heeft heel veel gelijkenissen in mijn eigen visserij. Hij vist veel compact, lichtgewicht, vist veel in Frankrijk. Ik vind het zelf ook super fantastisch om naar Frankrijk af te reizen. Daarbij komt overeen dat hij in korte tijd gigantisch veel vis vangt. Dat maakt hem wel de visser die hij is. Doen we allemaal natuurlijk graag, ik zelf ook. We hebben veel overeenkomsten, denk ik. Mark heeft net wat meer tijd dan ik. Alleen ja, zijn visserij die spreekt me echt ontzettend aan. Een fantastische visser en is wel iemand waarvoor ik heel veel bewondering heb eigenlijk. Social media. Dagelijks leven natuurlijk, we doen het allemaal. Ook ik, erg actief ook. Facebook de laatste tijd wat minder. Ik vind Instagram dan toch wel een beter platform. Vooral omdat er niet zoveel vragen gesteld worden, niet zoveel tekst in voorkomt. Het is voornamelijk kwaliteitsfoto's. Je kan zelf kiezen wie je volgt. Personen kunnen jou volgen. Ik vind social media heel belangrijk. Mede ook omdat ik wil uitstralen wat mijn visserij is en uiteindelijk pronken we allemaal graag met een vis. Als er al voldoening is door het vangen van een vis, is een goede plaat toch wel heel belangrijk in mijn visserij. De foto moet dan ook echt wel goed zijn. Social media speelt daar een grote rol. Ik volg ook vele vissers. Vele vissers volgen mij ook natuurlijk ook, vanzelfsprekend. Daarnaast is het natuurlijk leuk om te zien hoe anderen hun visserij beleven. Verschillende visserijen die erin voorkomen. Riviervisserij, grote openbare Franse stuwmeervisserij. In de tijd waarin ik zelf in Nederland vis. Fantastisch allemaal.
Dus ja, als je het leuk vindt, kun je me volgen. Ik ben zeer actief op Instagram, ook op Facebook. Stuur me een berichtje, geen enkel probleem. Vragen, je kan ze allemaal stellen. En ja, give it a follow.